Staat niet goed. Dat is beter, denk ik. Hi, welkom bij een Lego stream. Ik ga Lego bouwen. De Everyone is Awesome doos. Het is de eerste keer dat Lego een Pride meedoet aan Pride Month. En ik ben zeer enthousiast erover. Ik heb hem direct gekocht. Mijn zus heeft hem ook gekocht, die heeft hem al gebouwd. Het duurt ongeveer 20 minuutjes, een half uur duren. We gaan eraan beginnen. Ik ga eerst alle zakjes openen. Er staan geen niet echt nummers op de zakjes, precies. Dus het zal niet echt uitmaken. Vuilbak. Ik zal dan het vuilbak naast mijn bureau staat. Hè. Dat zijn de ventjes. Zo. En dit boekje. Hoe krijg je dat? Ook deftig. Nu heb ik wel de schaar nodig hebben. Voilà. Het is open. Ik ga het boekje uit beeld leggen. Dat is niet zo belangrijk. Dit is de bedenker van de set. Dat is een tekstje dat bij de set zit. Ja. Oh, het is iets ventjes maken blijkbaar. De ventjes zijn er in alle kleuren en hebben ook alle mogelijke kapsels. Oh, dit is hier. Het zit allemaal precies wat doorheen. Hier zijn nog. Aha. Geel.
Waar is het blauw? Hier zijn er nog twee. Hier zijn de voetjes van donkerblauw. Het is ook heel lang geleden dat ik Lego gebouwd heb, oké? Okay? Dus ik sorteer eerder. Mijn zus is de Lego-bouwer hier in huis. Niet ik. Maar dit was gewoon een set die ik moest hebben. Hi, be nice! Ik ben al heel de nacht aan het wachten. Hij is letterlijk net toegekomen, hè. Hij is toegekomen. Ik heb mijn gsm klaargezet voor te streamen. En ik ben begonnen, hè. Allee, ik mis hier nu... Ah, hier is wit. Aha. Lichtblauw. Hier. Maar dit is nog niet zo last. Nog niet zo simpel. Allee. Aangezien dat het niet genummerd is en alles door elkaar zit. Ja, het is Pride Month. Dus ik vind dat ik het op stream moet doen, hè. Ik vind dat wel vrij belangrijk. Ook mijn excuses als er van buiten lawaai komt. Ze zijn in de tuin aan het werken. Zeer lawaaierig. Deze is af. Hier is paars. De voetjes van paars. Oh, hier is het lijf van oranje. Het haar van oranje. De voeten van oranje. Oranje is ook af. Ik mis hier nog. Ah, hier is het haar van bruin al. Het hoofd van bruin. Ik ben ondertussen ook naar Pascal zijn stream aan het kijken. Die is ook aan het streamen. Dit is een shiny aan het hunten. Shiny Celestial. Ja, deze zijn ook al af. Nog een paar ventjes. Hier is rood. Rood is ook af. Ik ben snel. Ik ben het op mijn gemak aan het doen. Ik ben gewoon zeer enthousiast. Oh, blauwe hoofd. Nog een hoofd. Nog een paars hoofd en roze voetjes. Die hebben we gevonden nu. Ah, het paarse hoofd is van mijn matje gevallen. Oké. Allee, ga erop. Ah, hier. Het zijn dus echt allemaal verschillende kapsels, hè. Afro-Amerikaans. Amerikaans. Afrikaans. Oh my god. Echt zalige kapsels. Ik vind het leuk dat er zoveel verschillende kapsels bij zitten. Dat zijn ventjes. Die gaan even aan de kant. Die gaan hier. Oh, dit heb ik niet nodig. Dit is de blokjes losmaker. Oké, nu beginnen we aan het echte werk. Deze en deze. Nee, ik heb de lange nodig. Dan weer de lijn of? Nee, dat zijn de korte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dat is zo. Dat is al stap 3. Stap 4. Omdraaien. Stap 5. Een lange hier. Dit is ook de bedoeling dat ik dit bouw en niet meer afbreek. Zo in en dan deze 3. Hier. Hier. En dan in het midden eentje. Alles goed vastduwen. Oké. Nu hebben we al deze blokjes nodig.
We gaan gewoon van de ene kant naar de andere kant werken. Zwart, bruin. Daar is bruin, hier is bruin. Rood. Oranje. Geel. Groen. Het is het mooie groen van Lego. Dank je. Het is het mooie groen van Lego. Blauw. Want Lego heeft ook lelijk groen. En ik ben blij dat het het mooie groen is. Paars. Paars, paars, paars. Hier is paars. Lichtblauw. Wit. Oei, dat is blauw. Waar is wit? Hier is wit. En roze. Dit is ook de Pride flag. En dit is de trans vlag, als ik het goed heb. Vraag mij niet naar die vlaggen. Ik ken ze niet van buiten. Ik weet alleen de Pride vlag en de vlag waar ik onder val als seksuele vlag. Die hangt hier omhoog op mijn kamer. Voor de rest, ik weet dat er heel veel vlaggen zijn. Nu heb ik deze. Twee van deze. Yep. Dit is al stap 8. En er zijn 31 stappen in totaal. Een zwarte van 1 en een roze van 1. En dan weer de regenboog creëren. Zwart, bruin, 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 bruin. Rood, waar is rood? Hier. Oranje. Geel. Groen. Blauw. Blauw. Hier. Paars. Blauw. Wit. En roze. Volgende stap. De blokjes van 3 moeten erop. Zwart. Het is veel regenboog ze nu. Bruin. Rood. Oranje. Geel. Groen. Blauw. Paars. Blauw. Wit en roze. Even aanduwen. Nu is de stukjes hier. Vierkanten. 1, 2, 3, 4, 5 vierkanten. 1, 2, 3. Een eentje die met tjoepjes en een eentje bruin is allemaal vierkantjes, vierkant, vierkant, vierkant en dat moet hier. Vierkant. Vierkant. Waar is het laatste? Ah, hier. En dan... Hetzelfde eigenlijk met alle andere kleuren, hè. Rood. Wacht, ik ga eerst deze zetten. Waar is de witte? Waar is de... Hier is de gele. Ik heb de oranje ook nodig. Oranje. Geel. Groen. Blauw. Paars. Waar is die? Nee, dat is bruin. Hier is paars. Lichtblauw. Lichtblauw. Hier. Wit. En roze. Waar is roze? Ah, hier. Zo. Ja. En nu is het opvullen, hè.
ik vind het leuk. Geel. Oké, het gaat waarschijnlijk... Ah nee, we zijn al 20 minuten bezig. Het gaat ietsje meer zijn dan 20 minuten dan. Aangezien ik een kwartier ben weer al bezig. Waar is de laatste gele? Ah, hier, onder paars. Groen. Vraag mij hoeveel overschotjes dat we gaan hebben. Oei. Foutje. Oeps. Deze moet er nog tussen. Op zich maakt dat niet veel uit. Maar ik vind het wel belangrijk dat dat correct is. Dat het allemaal gelijk zit. Dus ook via het plannetje anders mee. Blauw. Dat is een mooi blauw. Deze twee zijn mijn twee favoriete kleuren van Lego. Die vind ik echt mooi. Oei, het is precies alsof dat mijn camera wat scheef staat. Dat is echt wel recht. Mijn blokjes lijken scheef te staan ook, maar dat is omdat mijn camera wat scheef is. Allee, voortdoen. Een kortje. Want ze zetten er echt wel stevig op. Als ik Lego bouw, kun je er zeker van zijn dat het stevig in elkaar zit. Roze. Deze. Zo. Dat zal tot stap 15 zijn. Direct. Ah nee. Stap 14. Nu is het stap 15. Dus weer hetzelfde als een van de eerste stappen. Regenboog erop zetten. Bruin. Rood. Oranje. Geel heb ik nog niet. Groen heb ik ook nog niet. Blauw. Paars. Blauw. Wit. En roze. Dat is eigenlijk altijd hetzelfde, nu heb ik zo'n gevoel. Dit is voor de stevigheid. Anders kunnen ze zo eraf halen. Nu is het weer de zijkantjes. Deze en deze. Nu is het weer de regenboog creëren. Zwart. Ik merk dat mijn bouwwerk steeds meer naar mij toe verschuift. Rood. Oranje. Geel. Goed bouwen.
Blauw. Waar is die daar? Zie. Rood. Blauw. Wit. En roze is hier te vinden. En nu stuurt die grote erop, zeg maar. Die van 3. Yep. Dat is volgens mij altijd hetzelfde nu. Rood. Oranje. Geel. Groen. Blauw. Paars. Blauw. Wit. En roze. Dus terug de kleintjes. Die van 2. Bruin. Geen zwart. Rood. Oranje. Geel. Duf. Duf. Deze. En deze. Ik vind het leuk. En deze. En de kleine tjoepjes. Ervoor zetten waarschijnlijk. Yep. Dat is een vrij simpele set, precies. Okay. Er is ook niet veel. Allee, de kleuren zitten allemaal op elkaar. Het is gewoon een ding als mij iets omhoog komt. Moeilijk is het niet, hè? Mijn vinger doet lastig. Duim. Blauw. Wit. Roze. Die van 3. Yep. Nu is terug die van 1. Oranje, daar. Geel. Groen. Blauw. Wit en roze. De zijkantjes hier en hier. De zijkant is ook mooi. Ah, Lego is toch zo leuk. De blokken van 3 erop. Dus de laatste van 3. Dus te merken aan de blokjes ook. Dat we er bijna zijn. I like it. Paars hier. Roze. Wit. Ah nee, dat was blauw, niet roze. Hier is de laatste.
Leg het terug. Ik ga de pak bij elkaar leggen, want maakt het iets makkelijker. Auw. Auw. Pijnlijk. Roze. Nu is het de eentjes erop. Bruin. Rood, nee, niet rode. Oranje. Geel. Groen. Blauw, pers, hier, blauw, wit, auw, die kleintjes zijn lastig, en roze. En nu, deze erop. Nee. Hier. Hier. En. Hier. Zo. Nu deze erop. We zijn er bijna. En de laatste blokjes. Vinger. Ja, voor de laatste. Ik ga ze omgekeerd doen. We eindigen met zwart. Ha, geen reserveblokjes blijkbaar. Dat is handig. En nu de fun part. Allee, de fun part, alsof dat de rest niet leuk was. De vijntjes erop zetten. Ik denk dat ik ook met dit stukje leuke patronen zou kunnen maken. Met de ventjes ook natuurlijk. En dat je bijvoorbeeld de kleuren van de vlag tot wat jij behoort naar voren zet. Of zo. Dat zou wel tof zijn. Of dat je zo de volgorde verandert voor je vlag te maken. Veel mogelijkheden.
scheef. En dan deze ook. Zo. Zo. Staat het allemaal goed? Dat is hem. De regenboogset van Lego. I like it. Tada! Mooi, mooi. Nu, om af te sluiten. Mijn regenboogvlag. En... mijn andere vlag. Hi Dil. Nog gitaar? Dat kan ik niet. Dat... nee. Ik ga je blokken. Rapporteren. Haatdragende taal. Volgende. Dreigt. Haatdragende taal. Volgende. Homofoob. Melding indienen. Sluiten. Blokkeren. Blokkeren. Voilà. Ik accepteer hier geen haatdragende taal. Absoluut niet. Ha! Echt waar, bekrompen kop. Oké, dat was het. Ik hoop op veel minder bekrompen mensen in mijn streams. Veel meer openstaande mensen. In tegenstelling tot Nogitaar, de homofoob. Ik ga vanavond ook streamen. Dit blijft berichten sturen. Hij heeft ondertussen al 7 berichten gestuurd die geblokkeerd zijn. Strek gaan. Ik raad aan. Ik raad aan iedereen aan om die Nogitaar te blokkeren, te melden, want dit is niet acceptabel. Wacht hè, wat dat is stuurt nog. Met je stinkoksel. Hoe kunt je nu weten of ik stinkoksels heb of niet? Je zit niet bij mij in mijn kamer. Je kankeropa die dood is. Mijn opa is niet gestorven aan kanker. Kanker is geen scheldwoord. Ik dans op je familie hun graf. Dank u. Leuk. Succes met het vinden. Vieze tenen. Oké, dat kan ik nog wel. Vieze kamer. Mijn kamer is niet walgelijk. Houten blok nog iets daar. Oh, moet ik stap bij stap? Oké, ik ga u gewoon negeren. Bye bye. Merci voor het kijken en tot de volgende keer.